In Nederland zijn beleggers altijd op zoek naar nieuwe groeiaandelen. Dan kijken we bijvoorbeeld naar farming, in de medische sector of naar tech-aandelen in de semiconductorsector. Er is echter één heel duidelijke groeisector die Nederlanders maar voor een groot deel over het hoofd zien. Dat is namelijk software en technologie. Adyen kwam vandaag met cijfers en deze cijfers waren, zoals verwacht, uitstekend, maar eigenlijk nog beter dan dat. De omzet steeg in de tweede helft van het jaar met 50% en daarmee steeg hij nog harder dan in de eerste helft van het jaar toen hij met 47% steeg. Deze omzet wordt ook naadloos vertaald in hogere winsten en een sterke vrije kasstroom. Dit betekent dat Adyen, ondanks de sterke investeringen voor groei, de winst en de vrije kasstroom weet op te hogen. Dit is het voordeel van software. Met software wordt de kosten voor het ontwikkelen eigenlijk direct afgeschreven en heb je geen last van afschrijving en depreciatie die later komen. Hierdoor kan Adyen veel winst maken en toch groeien. Deze combinatie is heel aantrekkelijk en de meeste beleggers zijn hier helaas ook al achter gekomen. Daarom staat het aandeel ook gewaardeerd op 100 maal de winst. Dit lijkt krankzinnig veel, maar zelfs voor iemand zoals ik, die eigenlijk meer is van value beleggen, kan je redeneren dat dit een redelijke waardering is. Als het bedrijf nog een paar jaar met 50% blijft groeien, dan verdampt die hoge waardering namelijk als sneeuw voor de zon. Het klinkt misschien gek, maar het jonge Adyen met een waardering van zo'n 20 miljard zou best nog wel eens de grote groeibriljant kunnen zijn die Nederland de laatste tijd gekend heeft. Misschien wel te vergelijken met Booking.com, wat tegenwoordig een marktwaarde heeft van boven de 100 miljard. Klinkt misschien raar, maar dit soort mogelijkheden bestaan er in software. En als je dus zoekt in software, dan zijn dit soort dingen mogelijk interessant. Het is natuurlijk wel een duidelijk hoger risico. Dus voor beleggers die meer op safe willen spelen, zou ik willen verwijzen naar de jaarverslag van Warren Buffett. Die kwam dit weekend met zijn brief naar de aandeelhouders en legde uit dat Berkshire Hathaway eigenlijk uit 5 onderdelen bestaat. Het eerste onderdeel zijn gewoon de bedrijven die hij bezit. Dit is het grootste onderdeel en ook het meest belangrijk in de waardering. De andere waarderingen zijn de kasreserve van zo'n 130 miljard, de belangen in andere bedrijven van zo'n 170 miljard, indirecte deelneming en last but not least de verzekeringsactiviteiten. Vooral de verzekeringsactiviteiten worden door sommige mensen niet goed begrepen, maar zijn heel winstgevend bij Berkshire Hathaway. Dit is heel knap, want veel verzekeringsmaatschappijen maken grote verliezen, maar Berkshire Hathaway weet door conservatief te reserveren vaak mooie winsten te boeken. Ik zou zeggen, kijk eens goed naar de analyses op Berkshire Hathaway en probeer het bedrijf zelf te begrijpen. Voor een conservatieve belegger die niet per se een dividend wil hebben, is dit een mooi aandeel voor de lange termijn.